Mijn naam is Jolande Koopman, ik ben 37 jaar. Ik ben eigenaar van Mint Groen Content Marketing. En ik woon ongeveer zo'n 6 jaar in Zwolle. Ik woon samen met Henke en we hebben 2 kinderen. Laten we Zwolle ingaan. Op de grond zie je een blauwe lijn. En die brengt jou rechtstreeks vanaf het station naar het historische centrum van Zwolle. De blauwe lijn die we net hebben gezien, die verbindt allemaal kunstwerken met elkaar. Zoals deze audiofoon. En als je luistert, hoor je mooie muziek met Zwolse verhalen, Zwolse accent. In de zomer kun je hier een bootje huren en kun je een lekkere tocht maken over de Zwolse grachten. En aan deze kant zie je Museum de Fundatie. Eigenlijk maar een heel gek gebouw met een soort rare UFO erop. Ja, daar moet je echt even langs lopen. We gaan naar mijn favoriete koffietentje, Hier en Daar. Mijn favoriete plek omdat je daar heerlijke koffie kan drinken. En de vintage meubeltjes waar je op zit, kun je er ook kopen. En nu zijn we hier dus hele lekkere worteltaart. Je ziet hier het Pelzerbrugje. Echt typisch Zwolle. En als het nou mooi weer is, dan kun je hier in het gras lekker eten, drinken en een beetje bootjes kijken. Op verschillende plekken in de stad vind je de Stadsmuur. De historische muur rondom het centrum. We gaan naar de Gillende Keukenmeiden. Hier kun je heerlijk lunchen. Binnen heeft het een beetje een boerse, gezellige uitstraling. De sapjes zijn lekker. Het ziet er altijd uit als een kunstwerkje, een feestje. Als ik in de stad ben, ga ik altijd even langs Pistache. Je hebt er leuke woonaccessoires, kleding, boeken. Eigenlijk slaag ik er altijd. Je kan hier dus sieraden laten maken op maat. Eigen ontwerp, wat je maar leuk vindt. Leuk, slofjes voor mijn zoontje. Het Sassenstraatje is een van de leukste straatjes van Zwolle, waar je lekker kan shoppen. Als ik in de stad ben, ga ik altijd ook even langs Sassie. Hier heb je mooie, lekker zittende kleren, vaak Scandinavische merken. En eigenlijk slaag ik er altijd wel. We gaan nu naar het Refter. Hier kan je heerlijk borrelen en eten. Nou, daar ben ik wel aan toe. Het gebouw waar we nu zitten was vroeger een klooster. En in deze ruimte aten ze altijd, de eetzaal. En het Refter is een oud woord voor eetzaal. Ze hebben hier heerlijke biertjes en wijntjes. En die kaasfondue hier? Lekker hoor. We lopen nu weer terug naar het station. Maar wel even langs Sassenpoort, hè. Niet te missen in Zwolle. We zijn weer terug op het station in Zwolle. Leuk dat ik jullie Zwolle mocht laten zien. En voor nu een hele goede reis.